Welkom bij Appartement TV. We zijn te gast in de Vives Hogeschool in Oostende in de campus Bouw. En niet zonder reden, we gaan hier een infomarkt doen over betonherstelling. En ik ga erover praten met mijn eerste gast, dat is de schepen van ruimte en wonen van Oostende, Kurt Klaes. En hij is niet alleen hier omdat hij bevoegd is voor die materie, maar hij is bovendien ook nog architect van opleiding. Dat klopt. En in een nieuwe bewindsploeg, u moet boordevol ambitie zitten. Wij zitten boordevol ambitie, maar wij blijven altijd met de voetjes op de grond, omdat je vandaar vertrekt uiteraard. Ja. Stabiliteit is belangrijk. Ja. Vorig jaar hebben wij Bart Tommelijn geïnterviewd en die zei, wij hebben in Oostende heel veel ambitie. Mm-hmm. We hebben een groot patrimonium, hè, voor wat ons betreft appartementen zeker en vast. Mm-hmm. En daar zal nieuwbouw zijn, daar zal ook renovatie zijn en dat moet toch in de gaten gehouden worden. Daar moet iets aan gedaan worden. Daar moet iets aan gedaan worden, dat is juist. We zitten met een heel verouderd patrimonium. Ik denk meer dan de helft van de gebouwen zijn ouder dan 50, 60 jaar. Dus daar is werk aan de winkel. Ja. Nu, we hebben de voorbije maanden een tsunami gezien van discussies, maanden en jaar, over het klimaat. Dat gaat zich vertalen in woningen, ook in appartementen. En dan krijg je frictie tussen enerzijds ja, investeringen en anderzijds de eventuele beperkte budgetten die in de gebouwen leven. U bent politicus, u moet daar een consensus vinden. Ja, ik denk dat de waarheid een beetje in de midden ligt. Een investering in een gebouw moet energiezuinig zijn, moet efficiënt zijn. Maar we mogen ook niet vergeten dat de kwaliteit van die woning ook belangrijk is. Dus we moeten op beide proberen in te zetten dat zowel die woonkwaliteit als die energetische kwaliteit van die woning bewaakt wordt. En daar hebben we nu met de stad een heel mooi project voor in het kader van onze meerjarenplanning en onze nieuwe budgetten. Ja, want jullie gaan dat, u bent een liberaal, hè, mag ik dat zeggen, maar tuurlijk. Jullie zullen toch een beetje moeten sturen. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot Skyline, welke stad moet Oostende worden op termijn? Goh, wij zijn de enige stad aan de kust, dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat blijven zeggen, maar dat we dat ook blijven doen. Die Skyline in Oostende mag voor mij wat meer zijn. Wij zijn de stad aan de kust, dus wij willen ook de stad zijn. Dus dat mag ook blijken uit het beeld dat de stad wordt. Dus als dat dan een keer wat hoger wordt, voor mij kan dat perfect. Maar daar is altijd tegenover de bewaking van de open ruimte. Dus we gaan daar geen nieuwe muur, ik ben geen pleitbezorger van een nieuwe muur op de zeedijk of waar dan ook. We moeten open ruimte ook bezorgen. Want de Vlaams bouwmeester zegt dat ook trouwens. We moeten denser gaan bouwen, dat we zeggen, in de hoogte. Ja. Oostende staat volgebouwd, dus ja. We gaan in de hoogte moeten gaan. Een van de praktische problemen aan de kust is dat er veel mensen zijn die investeren in een appartement, vaak als tweede verblijf, wat ze ook verhuren eventueel. Betrokkenheid is daar veel minder. U heeft daar minder vat op waarschijnlijk, ook minder feedback. Hoe ziet u dat? Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik bedoel, wij hebben niet altijd concrete binding met al die mensen, omdat dat zijn eigenaars, die komen meestal in contact met de syndicus. En wanneer komen wij als stad daarmee in contact? Is als het gaat over verbouwingen, over aanvraag van projecten, over de mogelijkheden dat er kan, of over als er meestal naast een gebouw een nieuwbouw komt of een verbouwing komt, dat de mensen zich vragen stellen. En dan komen er veel problemen of vragen naar boven, maar echt de rechtstreekse binding is er op vandaag niet echt met die mensen. Ja. Nu, we hebben met de federatie Vere beslist om hier vandaag een studiedag te doen in Oostende, omdat de betonspecialisten beweren dat het klimaat aan de kust iets agressiever is dan elders. U bent architect. Ja. Stond u daarbij stil of is het voor u een nieuw gegeven? Ik sta er al altijd bij stil. In welk kader zie je dat? Dus inderdaad, die oudere gebouwen, die zijn nog in oude normeringen, in oude ideeën gebouwd. En dan zie je, de tand destijds speelt op die gebouwen, vooral naar beton en naar terrassen enzovoort. Je ziet dat op de zeedijk, zijn daar heel veel gebouwen onderhevig aan de invloeden van het weer. Dus het is zeer zinvol dat jullie hier zijn, denk ik, omdat we ook kunnen tonen hoe dat je het kan aanpakken, zonder het altijd maar te moeten zeggen, het moet verdwijnen. Nee, renovatie is zinvol soms. U bent aan het begin van de ambtstermijn, eigenlijk, als ik het zo mag noemen. Ja. Dus we gaan u met argusogen volgen. We gaan dat doen bij onze website, of via onze website, www.appartement.tv. En ik zou u uitnodigen om dat ook te doen. Bedankt. Ik ga dat zeker doen.